Leuk dat jullie kijken. Ik ben vandaag weer in Hengelo bij Beauty Junkies samen met Sefda. Sefda is mijn goeroe voor mijn gezicht, hè? Dank voor het compliment. Ik krijg dus een bindweefselmassage en dan krijg ik dus een strakkere contour. En het alles een beetje voller wordt, hè, bij mijn gezicht, hè. Dit is de eerste behandeling. Nu wordt eerst het gezicht even schoongemaakt. Dit vind ik al echt een cadeau. Dus naar de eerste behandeling. Nou, de bindweefselmassage heb ik nu 3 keer gehad. Nou, dit is echt, ja, ik vind het echt fantastisch. Gaan we nu eerst even je gezicht reinigen. En waarom doe je dat? Dan kunnen we straks beter met de concentraten insluizen in je lichaam door middel van de bindweefseltechnieken. We hebben 2-in-1, echt goed voor je huid, echt goed voor je spieren. Vind je leuk die pony, hè? Ja, dankjewel. Ik gebruik nu uiteraard een serum. Je kunt kiezen van een serum of een booster. Om het wel even van je huid wel goed op te kunnen pakken. Zonder eigenlijk je huid weg te glijden. Want dan gebruik ik geen masker. Want wat we met deze behandeling kunnen bereiken, Suzanne, is gewoon verbluffend. Want we masseren hier op bierwissel mee. Dus niet alleen je bovenhuidlaagje, maar ook je onderhuidlaagje. We hebben namelijk verschillende soorten bindweefseltechnieken. Verschillende bindweefselmassages. Het heeft te maken met de conditie van je huid. Maar ook wel je lifestyle. De ene persoon heeft meer last van verklevingen in het gezicht. En sommige dames kunnen op een jonge leeftijd al snel een krakeleerhuid krijgen. Je hebt dus mogelijkheid, ook als je een jonge huid hebt of een oudere huid, om altijd van bindweefsel. Het verschil is eigenlijk, de huidconditie bepaalt welke technieken we eigenlijk toepassen. En ja, dat is last van fijne lijntjes op je huid. En we hebben dus de bovenste bindweefselmassage voor de huid toegepast en de onderste huidlaagje meegenomen voor de spierweefsel. Die massage is echt een kerstmisdaad, want het is je krijgt een feestje. Daarom is het ook heel belangrijk voor de kijkers, dat je als je bindweefselmassage inplant in je Q-verband, dus de eerste week 2 behandelingen inplant en dan een week tussen later voor de 3e behandeling. En dan kun je gewoon rustig de eerste maanden gewoon bijhouden. Om de paar weken een nieuwe behandeling of een behandeling bijhouden of inlassen. En dan hou je altijd bij. Dan zie je altijd goed uit. Dus je pakt de vermoeidheidstekens haal je weg, de donkere kringen onder je ogen. Maar soms hebben mensen ook, je hebt ook dames die burn-out hebben. Daar kun je ook een bindweefselmassage van toepassen. Want ik begin mijn eerste keer dat ik het deed, bij mij, het was ook pijnlijker als nu, hè? Klopt, want nu wordt je huid ook soepeler. Wat ik ook bij jou merk, Suzanne, is dat je huid ook voller geworden is, vooral je wangen. Fijne lijns zijn er ook verdwenen. Je hebt een zachtere uitstraling gekregen, een soort mini-facelift. Dus bij elke type huid heb je weer een andere massage? Het bepaalt puur door de huidconditie van diegene. Je hebt ook dames die bijvoorbeeld een burn-out hebben gehad. En een huid met een burn-out behandel je met een ander soort bindweefseltechniek. Je kunt het een beetje vergelijken als een slow aging. Want ook als je een burn-out hebt gehad, je hebt toch wel met stress te maken. Heel veel dingen worden afgebroken. En met bindweefselmassage moet je dat ook langzamerhand weer opbouwen. Want begin 20ers, die eens ook vermoeid uit kunnen zien. En dan kiezen ze ook bewust van bindweefselmassage. En daar heb ik ook verschillende technieken voor. Dan wordt puur de huid aangepakt en niet alleen de spierweefsel. Hoe ouder we worden, hoe meer we met de zwaartekracht van het gezicht te maken hebben. En dat kun je vooral merken aan je wangen, aan je hamsterwangen. Aan je lippen. Want afgelopen zaterdag had ik een feestje. Ja. En toen vroeg iemand aan mij of ik of mijn lippen op had gespoten. Ze dacht dus dat ik, ja, ze dacht dus dat het, want het is helemaal glad geworden. Ze dacht dus echt dat ik wat aan mijn gezicht had laten. Ja. Het beste van de start van een bindweefselmassage is wel, Suzanne, dat je eerst 3 keer kort achter elkaar boet om puur een goede start te maken met je gezicht. Zoals ik al zei, je huid bepaalt tempo, maar de eerste keer kan iets gevoeliger zijn in verband met de verklevingen. Bij de eerste keer was ik ook heel rood, hè, na de behandeling. Dus na de eerste behandeling. En dan reageer je wel mooier op als je het ook rond 3-4 weken weer de behandeling gaat herhalen. En dan hou je het eigenlijk bij. Ja, en de tweede keer al iets minder. Dat klopt. Hoe komt dat dan? Dat heeft te maken met de afvalstoffen en de histamine wat bij je gezicht vrijkomt. Bij jou viel het nog meer, Suzanne, in de zin van dat je geen uitslag gekregen hebt. Qua kleine ontstekingen. Als je het eerst 2 keer krijgt, is het vrij normaal. Want je krijgt wel te maken met afvalstoffen wat weer geactiveerd was. Ja, je krijgt ook gewoon een veel mooiere glans, hè, op je huid. Hè? Klopt, je krijgt een heel mooie glow van. Ja. Dat we ook heel goed onder de ogen kunnen aanpakken. Hoewel de huid daar veel dunner is dan je normale huidstructuur, hebben we daar toch vaak te maken met donkere kringen, wallen, fijne lijntjes. Hier heb je een manier van dat we huid goed oppakken, maar we trekken niet aan de huid, we masseren aan de huid. Dat is een groot verschil. Het is, we behandelen de huid wel met een respect, dat we de huid niet beschadigen juist, maar dat we het wel gewoon zorgvuldig mee omgaan. En wanneer jij bijvoorbeeld botox hebt gedaan of fillers, hè, kun je dan ook meteen met een bindweefselmassage beginnen? Nee, dat doen we niet. Bij dames die bijvoorbeeld plaatsen permanente fillers hebben, kan bijvoorbeeld de jukbeen zijn of de kin,
dan slaan we de plek juist over, want dan wil je absoluut niet dat het los komt te zitten. En het is wel een zacht massage, maar als je het heel vaak op één plek masseert, kan het los komen zitten. Mm-hmm. En Botox, als het eerst 14 dagen dat het net gedaan is, dan doen we het juist niet. Want dan kan de Botox of zoveel afgebroken worden. Dat is echt zo fucking lekker. Is fijner geworden qua lijntjes. Ja, fijner qua lijntjes. Oppervlakkige lijntjes zijn verdwenen. Ja, ik bedoel, die diepe lijnen krijg je daar nooit meer mee weg. Ik bedoel, ik niet verwachten dat dit een... Nee, dat kan het echt niet. Daarom zeg ik, het hangt puur van je verwarring af wat je wilt. Mm-hmm. Soms kiest men het gewoon één keer in de zes weken als binnenzone massage in een behandeling. Maar als je een kuurverband doet, ben je meer huidverbeterend bezig. Dan zie je ook in dat veel sneller staat en behoud je de rust staat ook veel langer vast. Want ik heb mijn huid was echt heel, was echt heel strak en stijf en alles. Ik heb een droge huid. Een hele droge huid. Ja. De hele zomer heb ik gewoon niks aan mijn gezicht laten doen. Nee. Het was ook echt strak, ja, echt zo'n heel strak stijve huid. En nu is alles heel soepel, heel fijn, echt. En hier is alles veel gladder. Ja. Het is echt een aanrader dit. Want zelfs, ik las ook in de Linda, dat ook Caroline Tensen, die deed ook één keer per maand een wimpersmassage. En dat bedoel ik dus met onderhoud. Ja. In plaats van dat je een gezichtsbehandeling inboekt, kun je best eigenlijk een wimpersmassage inboeken. Of de combinatie, dat kan natuurlijk ook. En wat gaan wij de volgende keer doen, Zevda? Vorige keer doen we de twelling, epilair met draad in combinatie met henna brows. Oh, dat is wel goed. Want ik heb vroeger natuurlijk mijn wenkbrauw veel te weggeplukt. Ja. En er is niet meer zo heel veel van over. Maar wel van deze kleine haartjes, weet je wel. En ik heb er wel eens een keer mijn snor met een draadje gedaan. Dat ik durf ik niet. Epilair met draad, twelling, is een heel handjevriendelijke manier, methode, om heel veel haartjes op te verwijderen. Je krijgt gelijk zo'n facelift effect van je gezicht. Maar met de henna brows is een middenweg tussen de verf van je wenkbrauwen en permanent make-up. De verf blijft sowieso 5-6 dagen op je huid zitten en blijft 5-6 weken op je haar zitten. Dus een perfecte oplossing. Nou. Ik ben heel benieuwd. Ja, doe een duimpje omhoog en word abonnee van mijn YouTube kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke beauty tips. Ook samen met Zevda van Beauty Junkies. En ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.